Hey, mannetje. Yeah, hoe gaat het met je oog? Goed hè? Een hele goede middag allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Ik weet niet of jullie me horen, maar het waait nogal. Maar wij zijn Karen en Roderick. En Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer donderdag 7 april 2022. Het is nu 12:30 geweest. Ja, en ik loop nou met mijn meisje, Lady. En Ro, die loopt met de twee zusjes. Ja, dus en Ro die wou nog even naar Aldiet. Dus daar gaan we ook zo meteen nog naartoe. Dus ik wens jullie weer heel veel kijkplezier. Deze gloednieuwe vlog. Zo, we komen nu net daar vandaan bij de Aldiet. De Ro die loopt alweer voor me. Even kijken of er geen trammetje aankomt. Nope. Kijk, Ro die loopt dus daar. Bij de outlet. Ja. Ja. Ze stoppen hier wel, want ze moeten hier wel. Dank u wel. Hartstikke fijn. Dank u. Dag. Beetje vriendelijk wezen, hè, vanzelf. Ja. Wat ik ga vandaag gaan doen, geen idee. Echt niet. Geen idee. Hoe gaat het met jou? Ja, prut. Prut? Waarom prut? Vertel. Nou, ik alleen maar loondienst. Dat is echt niet zo spannend. Oh. Op de zaak. Oh, op de zaak. Maar gewoon, hoe gaat die met jou zo nu? Als je geniet en niet aan het werk denkt. Ja, maar hij zit in de wacht. Ja, maar hoe gaat die met jou? Het kan beter. Waarom? Vertel. Een beetje moe. Wil je elkaar een handje geven? Ja, maar ik kan nu weer terug. Hè? Ik kan nu weer terug en ik moet nog rijden. Jo. Je meent het. Maar hoe gaat die verder met jou? Vertel. Nee, maar omstandigheden gaat het goed. En welke omstandigheden? Nou, de omstandigheden zoals ze nu zijn. Zoals? Vertel. Met de politiek, de economische situatie. Ja, maar privé. Lieve schat, privé. Even privé. Niet over het land, maar over het privé. Hoe gaat die met jou? Dat gaat uitstekend. Vertel. Het steekt uit, zeg maar. Nee, maar... Even geen grapjes, ik vraag gewoon hoe gaat hij met jou? Overal van mij gaat het goed. Dus, dan weet je het. Oké. Okay. En maak je niet zorgen of wat dan ook? Nee, dat is niet nodig, dat helpt toch niet. Oh, oké, okay. Dus je maakt je ook geen zorgen over mij? Nee, dat is niet nodig. Oh? Jij bent er toch wel. Het is alleen even wat technische planning. Hoe en de wat is dat meteen? Hey, daar staan ze. Ik weet niet wat er aan los is, maar de ambulance gaat ook in één keer van deze kant naar die kant. Is handig. En er is een man uit het scootmobiel. Ja, ik weet niet wat er allemaal aan de hand is, maar oké, maakt niet uit. Dus nee, maar ik moet sowieso iets opnemen voor het dagboek Agnes. En ik moet sowieso eventueel vanavond met jou eventjes een vragenlijst invullen. Ja. Maar dan moet ik alles bij de hand hebben. Maar ik, mijn kop die is een beetje aan het tollen. Ja. Wat zijn nou allemaal tegen mij? Ik heb de boel tegen jou gezegd. Ja, maar over zo wat? Dat ik niet meer weet. Nee, maar even over knuffels aan de... Knuffels? Nee, de groentjes. Ja, aan de? Aan de hondjes, poetjes, caviaatjes. Ja. En iets lekkers te eten. Ja, is goed, doe ik. Neem zelf ook maar. Ja, is goed, doe ik. Wat jij lekker vindt. Ja, is goed, doe ik. Oké. Later, bel je zo wel. Later. Zo, nou. Ja. Dus ik ben alweer lekker thuis, zoals jullie weten. Ik heb Ro net uitgezwaaid.
ga Rozo nog even bellen tot en met 2:30 ongeveer. Dan is hij op zijn werk. En dan ga ik zo eerst even deze twee dingen doen. Ik wil Lofli er waarschijnlijk weer heel graag bij kijken. Maakt helemaal niet uit, mag voor mij. Maar ja. Ik ben moe. Maar dat komt er door de pijn. Dat ik weer gewoon heel moe ben. Maar ha, komt er helemaal goed. Daar niet van. Dus ja. Het is eventjes weer roeien met de riemen die je hebt, zeg maar. Nou, dat komt wel goed. Hoop ik toch. Maar ik wil sowieso vandaag even een stofzuiger doorheen halen. De caviakoers even doen. Een was draaien en dat ook in het droger doen. Dan wil ik eigenlijk ook nog eventjes een vlog editen. En nog een filmpje opnemen. Dus het lijkt heel veel. Het lijkt heel veel in mijn hoofd. Maar dan moet ik ook nog even sowieso even onder een douche ook. Dus ik ga even kijken hoe ver ik kom. Ja. Nou, ik ga eerst de vrouw bellen. Misschien dat ik gelijkertijd dat ga doen. Ik weet het niet. Maar dat zie ik dan wel. Dance.
Hé, hey, mannetje. Ja, hoe gaat het met je oog? Goed, hè? Moet hem nog wel even schoonmaken. Ja. Even lekker veel zaagsel erin. Hè? Eventjes en voor de 12 dagen genoeg. 13 dagen. 14. Lekker, mannetje. Ja.
Lekker mooie schone kooi hebben ze. Laat deze twee lekker eten. Dus het deurtje gaat lekker dicht. Heel voorzichtig. En dan hebben we deze kerel nog hier. Die heeft er ook wat lekkers. Hé, mannetje? Ja, ga jij nog niet op en op je huis klimmen? Nee? Lekker hooi eten, ook goed hoor, schat. Nou, ga jij ook maar lekker eten. Doe ik ook je deurtje dicht, oké? Okay? Nou, het regent, maar ik ben even lopend even naar de lokale supermarkt. Ik moet het nog eens even hebben. En als ik dat heb, dan ga ik lekker even weer op bed, want ik ben gewoon moe. Mijn bek af. En lopen gaat ook niet helemaal lekker meer, maar dat ik gewoon weer te veel doe, en ik ben gewoon kapot. Maar ja, eventjes van een regen genieten, die jullie wel zien op mijn jas. Dus dat ga ik maar even doen. Lekker genieten van de regen. Ja, en welkom zon. Maar wel genieten van de regen. Ja, lekker Hollands weer. Ja, ik denk dat dit even een klein buitje voor de stof was. Want het is nu al redelijk droog. Alleen dat, nou ja, het mist nog wel een beetje. Maar niet heel veel. Maar het is wel lekker. Kijk, en dat staat ook echt allemaal al in de bloei, hè. Het is zo mooi om te zien. Net zoals deze boom. Het staat ook mooi weer in de bloei. En dan staat er dingen voor mij in de bloei. Kijk. Ja. Dus ja. Ik ga nu even naar de winkel. En dan ga ik even kijken wat ik allemaal had willen doen. Op de video moet ik even de dingen even overhevelen naar mijn computer. En dan ga ik even kijken wat ik had willen doen. En dan kom ik daar nog soms even voor weer op terug. Ook handig. Ideaal. Terugkijken op je eigen beelden. Dat is handig. Ja, en het is nu 7:50 in de avond. Ik ga eventjes een uiltje knappen. Ik weet niet of ik weer wakker word of wel, of weet ik veel wat. En misschien vergeet ik weer af te sluiten. Maar ik heb al wel heel wat gedaan. Dat is dus wat ik al heb gedaan. Dat is het volgende. Dat is namelijk de kaviakoois gedaan. Ik heb 2 vlogs geëdit. Ik heb de kattenbak gedaan. En dan heb ik nog gestofzogen. En ik heb de vuilnis weggebracht. En ik heb nog eventjes ingekookt. En wat jullie net weten, ik heb wat boodschapjes gedaan. En nu ga ik even liggen. Ik ben back off en de pijn is ook niet te harde. Maar oké, okay, daar moet ik nog eventjes een videootje over maken. Maar voor de rest heb ik denk ik aardig redelijk alles gedaan. Ik heb nog geen beelden op mijn computer gedaan. Maar gewoon even snel uit mijn hoofd van wat had ik ook alweer gezegd. Nou, dat ongeveer. Dus dan ga ik even lekker mijn rust nemen. En dat ga ik ook doen. En ja. Tot straks maar weer. Ja mensen, Rodi is al eventjes weer een tijdje naar huis. Want die had een lekkere bak thee voor me gemaakt. Heerlijk. Heeft de hondjes uitgelaten. Maar ik ga toch deze vlog lekker afsluiten. Samen met jullie. Dus, vind je deze vlog nog leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier. Ja. Doe het belletje aan, want dan blijf je namelijk op de hoogte. En doe het duimpje omhoog. En laat even gelijk een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.